Ik ben Hans Hoijmaijers, hoofdcollecties van Museum Boerhaven. En ik wil iets vertellen over het planetarium van Hartog van Laun. Nou, Hartog van Laun was een man die van Joodse kom af uit Polen. Hij is daar waarschijnlijk gevlucht omdat Joden waren niet zo populair op dat moment in Polen. Is toen in Amsterdam terechtgekomen. Zijn achtergrond was porselein. Zijn familie zat in de porseleinbusiness. En heeft in Nederland ook in eerste instantie een porseleinfabriek opgezet. En op een gegeven moment, schijnbaar, we weten niet precies waarom, maar heeft hij lol gekregen in natuurkunde. En de eerste bevindingen waarom we dat weten is dat hij buiten Amsterdam luchtballonnen opliet voor het publiek. Dus je moet je dat voorstellen dat er een groep mensen stond te kijken hoe hij een luchtballon de lucht in liet. En de krantenbericht zei van ja, hij was nog wel tot anderhalf uur daarna te zien. Zegt heel mooi. En iets later zie je dat hij ook advertenties plaatst in kranten. Waarin hij privélessen in proefondervindelijke natuurkunde aanbiedt. En in die advertenties staan ook van de instrumenten zijn ook bij mij te bekomen. Dus hij maakte of in ieder geval handelde ook in instrumenten. Zoals microscopen of barometers. En op een gegeven moment ging hij ook planetaria maken. Ja, het planetarium zoals je het hier ziet is echt het planetarium, dus met de zon en de planeten eromheen. Als je goed kijkt zie je ook dat er een aantal gaten in zitten. Je kunt het hele planetenstelsel eraf halen en alleen een zon erop plaatsen. Je kunt ook een zon- en aardebeweging doen. Je kunt ook de aarde- en de maanbeweging. Dus het is eigenlijk een heel gecompliceerd apparaat. Dus het is niet alleen maar de planeten, maar je kon ook de seizoenen laten zien. Je kon ook de eclipsen van de maan hiermee laten zien. Dus dat is eigenlijk een heel gecompliceerd apparaat. Nou, je ziet hier de zon in het midden. En dan hier zie je duidelijk de aarde met de maan. En dit zijn de twee binnenplaneten. Ik had even zelf goed nadenken. Mercurius en Venus. Dan hier de buitenplaneten, Mars, Jupiter en Saturnus. Het planetarium heeft eigenlijk niet zijn bekendheid gekregen van Laun, maar eigenlijk door een soort intermediair, namelijk Henry van Swinden. En van Swinden, dat was op dat moment eigenlijk de meest vooraanstaande wetenschapper van Nederland. En die had een positie als docent aan het Atheneum Illustre in Amsterdam. Maar daarnaast gaf hij ook lessen in de Sociëteit Felix Meritus. En die heeft in een aantal lessen, een aantal voordrachten, dat planetarium van Van Laun, dus al die dingen die ik net vertelde, dus de seizoenen, de maan, de eclipsen, heeft hij aan het publiek, heeft hij volgens mij in 3 of 4 lessen, heeft hij dat gedemonstreerd. En Van Laun, waarschijnlijk zittend in die zaal, was zo enthousiast daarover dat hij van Swinden vroeg of hij dat ook wilde opschrijven allemaal wat hij verteld had. Nou, van Swinden heeft dat gedaan en daarom weten we nou ook precies van welke stukjes erbij horen en wat je er allemaal mee kunt doen met het planetarium.